100. Bandje? Yes. Terug? Ja. Links voor de VIP. Bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Mijn haar zo, die stem. Wat heb jij met die stem gedaan, Pik? Ja, leuk weekend. Leuk weekend. Ja, leuk weekend. Mijn naam is Niels. Het weekend gaat alleen maar leuker worden, want we willen naar de nummer 1 DJ ter wereld, Martin Garrix. Maar ja, hoe kom je in godsnaam gratis binnen bij de best beveiligde DJ ter wereld? Ik zou het mijn god niet weten. Nou ja, als je het zo zegt. Ik ook niet. Laten we naar de tekentafel gaan. Ja. Ik zit te denken, we kunnen natuurlijk wel weer een decorstuk gaan maken. Maar nee. Dat is wel heel veel werk voor minimaal effect. Om te kijken wat erin zit. En dat zijn wij. Dus we worden meer gepakt. Nee, wat we wel kunnen doen, misschien weer, is de imitatietruc. Ja, we hebben een lange geschiedenis aan imitaties. Ja, we begonnen natuurlijk met Justin Bieber om bij Ariana Grande binnen te komen. Justin Bieber! Uit Amsterdam! Justin Bieber! Uit Amsterdam! Hey! Justin! Volgens de gebroeders Jussen, ja, ging iets minder. Maar denk je dat ze het doen? Ik wil, als ik jouw kop zie, denk ik nee. Okay. Ja? Ja. Maar daarna hebben we ook gewoon weer crisscross gedaan en dat ging super lekker. Dus ik stel misschien wel voor om te zeggen, jij gaat je voordoen als Martin Garrix. Ik. Eens even kijken wat we hier in de kledingkast hebben hangen. Martin Garrix proof? Nee. Tenue van Barcelona in 1890. Niet tegen Martin Garrix, hè? Oh shit! Heb je hem? Ik heb hem. Boom, it's me, Martin Garrix, with a new t-shirt. I don't give interviews. Even serieus, dit zou Martin Garrix gewoon kunnen zeggen, toch? Ja, dat zou hij kunnen zeggen. Hij zou je kleding kunnen dragen, maar eerlijk, je bent geen Martin Garrix. En ook niet als ik mijn baard eraf haal. Iets meer, maar je bent echt geen Martin Garrix. Het gaat niet lukken. We hebben gewoon een ander plan nodig en ik heb er één. Oké, dit is hem. Het ADE-bandje. 5 dagen plus nachten. Overal entree. Gratis. Dus ook die van Martin Garrix. Gratis? Ik zie hier ja, 450 gratis. Euro staan, Pik. Je hebt gelijk. Het bandje kost 450 euro, maar jij en ik gaan hem namaken. Namaken? Ja, man. Je hebt namelijk in heel Amsterdam heb je van die fanboys, die hebben zo'n ding en die kunnen overal naar binnen. Die gaan we even opzoeken. We maken een foto van het bandje. En dan zoeken we iemand die dit gewoon na. Ik heb een foto van iemand die zo'n bandje heeft. Dit is hem. Het is ADE 2017 geel-zwart. Eigenlijk best wel simpel met een kraaltje aan de onderkant. Dat moeten we wel kunnen maken, toch? Ik heb 2 lappen stof en er moet nog steeds een bandje van gemaakt worden. Dat kan ik zelf niet. Dus ga ik doen bij een vrouw die heel goed kan borduren. Oké, we zijn weer een dagje verder. Over 5 uur begint Martin Garrix dus al. Dus hebben we echt die bandjes nodig. Volgens mij zijn ze klaar. Hallootjes! Hoe is het met de bandjes gelukt? Ja, hier liggen ze. Het is wat geworden. Dit geworden? Ja. Dit lijkt best wel, toch? Even eerlijk? Het is gewoon precies hetzelfde, alleen zonder die zwarte achterkant. Ja. Hey, wij zijn hier echt heel erg blij mee. Nou, goed. Ja, fijne dag. Jullie ook, fijne dag. Nu even checken of dit ook gewoon werkt om bij Martin Garrix binnen te komen. We staan nu om de hoek van de rij. Het is 7:10 en ik heb gelezen op internet dat de deuren om 7:30 sluiten. Ja. Een beetje opschieten. Ja, dus het is eigenlijk tijd dat wij zo snel mogelijk even die bandjes om ons polsjes gaan wikkelen. Ja. Ik heb hier vandaag gemaakt. Zullen we gewoon met jou beginnen? Ja. Oké, nee, laat dit eens even. Ja, maar ik knip dit even kort. Ja, dat is te lang. Ja. Best steady, toch? Ja, toch? Gewoon heel snel laten zien en niet te veel lullen. Gewoon even van jou all access. Yo, ik heb een bandje. Ja, that's toch? Hé, ik denk wel dat we even van elkaar gescheiden naar binnen moeten gaan. Ja, we zijn de afgelopen maanden behoorlijk vaak erkend door beveiligers. We staan gewoon bij elk groot evenement bovenaan de wanted list. Ja. Dus als ze ons met ons twee zien aankomen, dan gaat niet werken. Dat gaat zeker niet werken. Maar als jij me om hebt,
Ga ze eerst, straks steeds. Ik ben klaar om te gaan. Zet hem op aan, dat moet je wel gelukkig. Ja. Want... Jij over 10 minuutjes max, ja? Ja, ja. Ik laat je weten als ik binnen ben. Is goed. Yes. Terug. Ja. Hier is voor de VIP. Hey, goedenavond. Bandjes hier. Wat voor bandje? Veel bandje. Oh, daar. Ja, dat is gelijk natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk. Komt wel, hè? Ja, veel plezier, hè? Thanks, hoor. Ja, ja. We zijn gewoon binnen. Hoppa! Goedendag. Ik heb... Ja, All Access. Ik heb gewoon All Access. Ze geloven het gewoon. Een bandje ter waarde van... Ja, misschien maximaal 15 euro werkt als een bandje voor 450 euro. Ik ben binnengelap. Ik sta zelfs op een flipdeck. Maar eerlijk, check dit. Ik sta op een flipdeck. Dit is ziek. Kijk wie hier hebben. Yo man. Oh, yeah. Yo man. Wat een lekker grapje. Het gaat toch weer makkelijk, hè? Wat gaat het weer makkelijk? Wat gaat het weer makkelijk? Volgende week zijn we gewoon weer terug. Doe een duimpje omhoog als je het heel vet vond. Reageer je kent allemaal. Vergeet zeker niet te abonneren. Later!